Hoeveel mensen zijn er al getest in Nederland? Ja, 100, 150, zoiets. Tot nu toe heeft er daar nog geen één tussen gezeten die het had. Kans is aanwezig dat het op een gegeven moment wel gebeurt. Wat gebeurt er dan? Dat testen dat gebeurt al met een telefoontje naar de GGD en het RIVM. Dus die staan al klaar. De uitslagen worden ook meteen doorgegeven aan bijvoorbeeld de GGD. En die gaat meteen dan kijken van met wie is deze persoon in contact geweest. Mm-hmm. Die mensen, daar wordt contact mee opgenomen. En die moeten dan, er wordt gekeken of die gezond zijn of klachten hebben. En die gaan dan zo'n monitoringsperiode in van in ieder geval 2 weken. Waarin ze zich melden als ze klachten krijgen, dan worden ze ook getest. En afhankelijk van... Geen totale lockdown, gewoon blijf binnen en... Nee, dus dat is niet het beleid in Nederland. Dat is ook niet beleid in het grootste deel van Europa. Mm-hmm. En daarmee is het eigenlijk gelukt om op een heleboel plekken die introducties tot stand te brengen. Duitsland heeft zo'n situatie gehad waarbij de eerste infectie gemist was. Dat was iemand die dus een infectie onder leden had op een soort bedrijfsbijeenkomst was. En het viel pas op toen de eerste Duitse werknemers ziek werden. Dat is dus hier en daar wat doorgedruppeld. Maar ook daar is het op deze manier gelukt om het te stoppen. Frankrijk, hetzelfde verhaal. Is er iets wat we zouden moeten doen om ons voor te bereiden ik noemde de mondkapjes even. Ja, mondkapjes is in Azië eigenlijk heel erg ingeburgerd. Maar er is weinig bewijs voor dat iets doet. Wat daar vaak gebeurt mensen het gebruiken als ze zelf ziek zijn of zelf klachten hebben. Dus meer om de omgeving te beschermen. Maar dat krijgt dan een soort zwaan-kleef-aan effect. Mm-hmm. Dus dat wordt in Europa niet geadviseerd. Behalve bijvoorbeeld in een ziekenhuis als een patiënt met respiratoire klachten verplaatst wordt. Daar wordt het wel gebeurd. En dat is ook een oproep die de WHO vandaag deed. Omdat je merkt wereldwijd, mensen gaan hamsteren. En daarmee de mensen die het echt nodig hebben, die aan de bed staan, straks wellicht tekorten krijgen. Dus dat wil je niet. Dus je hebt eigenlijk hier oproep, koop geen mondkapjes. Nee. Laat ze over voor de mensen die ze echt nodig hebben op een gegeven moment. Ja. Okay. En waar we een beetje naartoe moeten, denk ik, is dat we weer wennen aan dat dit soort infecties er ook wel een beetje bij horen. Hè. We zagen met ebola bijvoorbeeld dat dan ineens ziekenhuizen enorm gaan trainen. Terwijl je zegt, joh, maar je kan elke dag een reiziger uit Afrika in je ziekenhuis binnenkrijgen. Mm-hmm. Dus het moet eigenlijk een beetje gewoner worden dat je infecties kunt oplopen, maar ook dat we er rekening mee houden en ook daar zeg maar diagnostiek voor hebben klaarstaan. Je gaat ook geen dijkenbewakingsprogramma ontwikkelen als er een overstroming is. Dat staat klaar, dat staat al jaren klaar. Dat hebben we ook door schade en schande geleerd. Maar dat is wat we voor infectieziekten ook meer moeten gaan doen.